Na mijn studies aan de Kunstacademie in Antwerpen ben ik eigenlijk vrijwel onmiddellijk in het glazeniersvak gestapt. Eerst bij enkele glazeniers mijn vakkennis opgedaan. Om dan na een tiental jaren toch op eigen initiatief zelf een atelier gestart. Ik heb het geluk dat wat het hobby is voor veel mensen mijn beroep is. En ik ervaar het dan inderdaad ook niet echt als een werk, maar eerder als een passie. Het gaat allemaal veel gemakkelijker als je het echt heel graag doet. Als het geen 9-to-5 job is, maar ik sta op met mijn glas en ik ga slapen met mijn glas. Gewoon omdat ik het heel graag doe.